Een nieuwe dag in Europa Park. En dit is ons uitzicht. Ja, het is niet heel mooi, maar het is toch wel apart. Dus we starten een nieuwe dag in. We gaan ontbijten. En time dan, for breakfast. Ja, en dan zien we jullie straks weer terug in het park. Tot straks. Oh ja, vergeet niet te abonneren. Duimen omhoog. En wat nog meer? Laat een reactie achter. Ja, dat mag ook alvast. En anders op onze andere video's. Dus we zien jullie straks. Zo, ons avontuurtje gaat beginnen. Ja. Weer een nieuwe dag. Weer een nieuwe dag, ontbijtje achter de kiezen. En hier even door de garage heen, als je ziet de kapitale auto's hier staan allemaal. Alle soorten modellen, kleuren, alles bij elkaar. We gaan weer naar de check-in. En dan gaan we beginnen. Tot zometeen. De eerste voor vandaag. Oh, hij wacht al klaar, ja. Ja, ik zie het. Nou, we kunnen mooi doorlopen. Lekker snel, hè. Komt dat even goed uit? Nee, dat is een andere. Oh. Oh ja, maar die is gesloten nog. Nou, erin zitten, hè. Hoppakee. Ja, hebben we deze ook gehad. Hoppa, kijk, daar gaat hij nog een keertje. Hoppa, ga je mee? Misschien dat we hem later nog een keertje doen. Ja, dat is grappig. We gaan nu naar de mono. Monorail. Nou. Gevonden. Ja, zoiets denk ik, hè. Die brengt ons vast aan de andere kant van het park. Kijk, dat hebben we al gehad. Ja. Er zijn mensen te wachten hier. Komt ie aan? Heb je telefoon? Nou. Kind was. Ja. Hé, daar moet ze ook nog naartoe, hè? Naar die daar. Is dat een onderachtbaan of zo? Ja, ja. Hoe die andere? Dat weet ik niet. Daar gaan we wel nog naartoe. Ik zie net dat de kap van de GoGo open is. Dat is ook niet zo slim. Oh. Oké, we gaan even uitzetten. The doors are now closing. Please stand clear. Zo. Die wil ik nog een keertje, Chris. Deze waterbaan. Die wil ik nog een keertje doen. Ja. Nee, die heb ik nog niet gehad. Nee. Die lijken wel gaaf. Nee, dat was niet Silverstar net. Staat die hier dan? Nee. Ja, deze, dit is Silverstar. Oh, een lange rij. Lange rij? Ja. Heel lange rij. Oké. Okay. Oh, dat is de vlag dan. Ja. Ja, dat is de Silverstar. Dit is de halt Alexanderplatz, hoofduitgang. Wasserman, Alexanderplatz.
Ha, dan zijn we in één keer bij de hoofdingang. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Wel leuk is het, toch? Ja, we op zich naar de achtbaan. Op naar de achtbaan. Ja. Dat is ook wel leuk zo, hè? Hier zo. Mm-hmm. Ja, volgens mij, kijk maar, daar staat ook al hartstikke in de rij. Dat is een Moulin Rouge. Ja. Is ook mooi om te zien, hè? Dat is hem toch? Silverstar. Ja, volgens mij wel. Ja. Silverstar. Nou, gewoon wachten. Ja, doe maar. Kom maar nooit aan de beurt, hè? Even kijken hoe lang het dan. 25 minuten. En we wachten nog even. Paar minuten. Zo, dat was die Silverstar. Ja. Wauw. Ja, ik vond hem gaaf. Het ergste vond ik dat hij zo hoog gaat. Dat vond ik het engste, ja. Even van buiten laten zien hoe hij zo hoog gaat. Ja. Oké. Dat laten we nog even van buiten zien. Nou, daar bovenin gaat hij, hè. Zo hoog is dat. Ik weet eigenlijk niet hoe hoog. Ik zal het beeld nog verder inzoomen. Daar gaat hij. En wat een rit. En wij gaan weer door. In de bobslee. Ja. Op de Efteling kan je niet meer doen, maar hier staat hij nog. Ik ben er niet zo'n fan van, maar goed. We gaan hem wel doen, hè. Ja, dat moet maar. Hij stond op 30 minuten wachten. Ik heb je weer lekker kramp opstaan. Dan doen we. Maar we doen hem. Ja, kijk, dat is hem. Dat was de uitgang, maar gewoon, ik zag die schermpjes. Oh ja, nee, dit is gewoon de ingang. Leuk, hè? Ja. Een fresque café. Ja. Had ik zo kunnen lopen. Had ik dat geweten. Ja. Nee, je valt er niet uit. Dat is niet goed hoor. Jawel, dat is wel goed. Kom maar, dat is goed. Valt er niet uit. Oh. Tegen het vallen. Gaat helemaal prima komen. Ah, die hebben wij ook. Wat is kleiner? Iets kleiner dan van Holboy. Oh, dat was de bobslee. Wat vond je ervan? Ik wil er niks over kwijt, dat ding. Nou, je hoort het, we willen er niks over kwijt. Ja, ik niet. Jij wil erin. Ik vond hem geweldig. Nee, ik heb er niks mee. Hij was wel een beetje eng in het begin, maar daarna ging het wel. Nee, dat ding zat los. Ja, hij zat los. Oh. Oké. Okay. Ja, en een groot konijn. De openmaken, chocolade. Gaat dat? Nee, helaas. Yo, ho, ho. Ja. Zo, en weer door. Wat is volgende? Die waar we de ticket voor hebben, hè? Ja, dat was een of andere coaster, hè? Ja. Oké, daar naartoe? Ja, we lopen er een ander. Oké, we gaan daar naartoe. 5 minuutjes. 5 minuten nog. Oké.
En dan gaan we de Eurosat Contain Coaster in. Ik ben benieuwd. Hij zit daar zo. Ik denk binnenin, hè? Is dat deze wel? Ja, dat is deze. Ja. Pak jij je ticket? Is het onze later? Jawel, we kunnen wel alvast erin gaan, denk ik. We gaan het gewoon proberen. Hè? 3 minuten te vroeg. 3 minuten. Oké. Okay. Moet je dan op klikken of hoe gaat dat? Ja, die moet je dan laten zien. 10 over 11. Nou. We gaan het gewoon proberen. Ja, dat had ook gekund, hè? Kijk, wij gaan een stuk sneller nou. Ja. Nou. Goed uitkijken hier. Zo, hier even wachten. We komen zo aan de beurt. Oh, wat een baan. Leuk, hè? Ja, deze was echt heel leuk. Oh. Dat was de 2 minuten wachten wel waard. Ja, toch. Nou, naar de volgende. Hey, Mee. Ja. Een nieuwe gevonden. Hallo. Wat denk je wat het is? Een achtbaantje. Achtbaantje. Spieren erin. Oh ja, ik zie het al. Oh, deze, zo een. Oh, dat is wel leuk. Dat is een soort muis wat jij zei. Muis. Zei je toch? Ja, ja. Bijna zijn we er al. Met mondkapje. Ik zie ja. Je ziet de Rico op straat, de Rico hier gaat nog weg. Het is niet in de niet meer heel lang. Denk ik ook, ja. Aha! Paarden, alles. Dat is hem. De band was nog niet aan, maar dit gaat hem worden. Mooi, hè? Durf je daar aan? Ik wil, denk ik. Oké. Okay. Maar als je niet zo nat op. Ah, dat valt wel mee, hoor. Gaan we? Gevonden. Hoe zal die gaan? Ja. Zeg het maar. Die. 1 minuut. Ja, zullen we die eerst doen en pakken we daarna die blauwe hier. Nou, kom maar. Kijken of we dit even met de action cam doen. Ja. Die was snel omdoen. Ja. Nou, action cam is om. Voilà. Action cam om. Oh, hallo. Wie was het? Ja, die mensen, hè. Oh, we hebben liever een masker, hè. Ja, masker. Oh!
dat was hem al. Kijk, paardenbanen in elkaar. Hier de blauwe, achter de grote Mercedes. En een hele blauwe. Gaaf, hè? Ja. Die gaat hier boven langs. Die gaat hier boven langs. Ik mocht niet met de pocket erin, maar dat wist ik ook wel. Ja. Wat vond je ervan? Ja, ik vond hem wel leuk. Ja, hij was wel leuk, ja, maar ik was wel een beetje misselijk ervan voor deze. Dat wel, ja. Even kijken hoe de foto is geworden. En nou de waterbaan. Yes. Dit was Pegasus en nou Poseidon. Poseidon. Die ligt daar tegenover. En dat is deze. Wat is het? Klaar voor? Ja. Ik ook. Joh, ik denk dat iets sneller. Daar gaat hij. Succes! Ja. We zullen zien. Oh, het begint al. Het wordt nou al nat. Alleen zorg dat mijn voeten droog blijven. De rest maakt me niet zozeer uit. Dan moet je voeten daaronder houden. Ja. Dan. Twee keer omhoog. Twee keer? Ja, daar ook. Oké. Oh ja. Is dat deze wel? Ja, dat is deze, ja. We gaan hier een splash en daar een splash. Oh nee, dit is een normale achtbaan. Ja. Oeh ja! Oeh! Oh, we hebben wel een nat grond. Dit was maar het begin! Zo nog een keer, hoor. Ja. Oh. We krijgen een super splash! Nou. Oh. Tasje vast houden dat er niet veel water in komt. Ik ben blij dat die petjes vastzitten. Ja, petjes zitten wel vast. Laat hem voor de camera. Oh. Ja! Mooie rit. Dat is wel leuk, ja. Ja, hij is wel. Hij viel meer met de tijd. Ja, veel meer. Wat een vorm ingang. Kutje wel misschien. Gaan we nog een keer, toch? Nee. Ja, dat was hem. En dit keer wel nat. Beetje nat, ja. Ja, een beetje heel veel. Kijk, ik heb wel mijn poncho's mee. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Met de poncho. Maar dan zijn ze nog nat. Zijn nog nat? Ja, ze heeft nog in het. Kom, we gaan even verder. We moeten ook wat eten. Mm-hmm. En wat hebben we? Grieks. En ik heb een pita broodje en Chris heeft een salade. Smullen. Wat zullen we zien, ja? Zeg maar. Wil je nog in dit gebied blijven of wil je? Oké, ergens anders naartoe gaan. Dat is om 3 om maar terug te zijn. Pak voor die metro. Die, die staat hier, ja. Zullen we even een rondje rijden met dat ding? Gewoon door het park rond. Ja. Kijk wat we nog moeten hebben allemaal. Kijk even wat we allemaal moeten hebben. Want om 3 uur hebben we een afspraak met een achtbaan.
Ze komt om 3 uur. Oh. Ja, ze kunnen. Ja, daar is hij al. Ik hoop dat er plek is. Ja, mooi bij het volgende halt. Dan zijn we bij de volgende. Ja. En wat gaan we doen? Ja, die in de achtbaan nog een keer wat tussen de Super Splash. Met camera. Oké, gaan we doen. Ja? Ja. Goed hè? Ja, volgens mij. Ja, daar gaat hij. Het stopt. Ja, hij gaat toch draaien? O ja, dan krijgen we dat weer. Hè. Kijk wat een uitzicht. Mooi hè, ons hotel. Ja, mooi hè. Oh, die krijgt de volle laar naast ons. Ik weet het niet. Ik wel. Het is allemaal nat, hè? Wat? Het is allemaal alles nat. Is ja. Alles droogt alweer. Met dit weer. Daar gaat hij. Ja. Oeh. Oeh. Super splash, hè? Oh. Weer draaien. Goed op de dolfijnen letten, Chris. Ja. Daar zijn ze. Ik zie ze al. Ah, stimmt. Super splash. Ah, die gaan we dadelijk doen, die armband daar. Zo. Pas al, hè. Oh, de klimmers is bovenin. Ja! Ja, lach maar. Ik zie het uitlachen. Ja, jij ook. Dolfijn. Dat is ook een nat. Ja, we doen nog fijn in van uitlachen. Kijk daar, de duikers. Hey. Hey, ho. Hey, ho. Hey, ho. Ja, er zitten druppels op. Oei, misschien staat er ook, maar er zitten wel druppels op. Zo nat zijn we gewoon. Ja, maar dan niks nat. Ja. Goed nat geworden in de Super Splash. Maar ja, daarvoor heet je ook Super Splash. Gaan wij door naar het Russische gebied? We gaan even kijken naar de zijkant van Super Splash en daarna naar de Russen. Ja. Oké. De Russen? Ja. Oké. Okay. Sorry, ik bedoel Russisch gebied. Oké. Okay. Oh. Oh, dat was een volle lading. Oh, die was echt helemaal nat. Flip eruit aan het lachen. Onderweg naar de achtbaan. En daar kwamen we wat tegen. Ja. Lekker verkoelend. Granini Frozen. Leek mij wel lekker. Ja. Kijk, we zijn er al. Omdat het warm is, zijn dus alles aan. Waterattracties. Daar moeten we in. Die daar. En Chris gaat weer opnames maken. We hebben besloten dat we toch opnames maken. Oh, ik ga hier nog even door, Chris. Die reizen naar Groenlandica. Ga je mee? Ja. We hebben nog 10 minuten. We zijn eigenlijk meer aan het bouwen, zie ik net. Door aan het bouwen. Mm-hmm. Hey, maar dat gaan we morgen allemaal het echt bekijken. Nou, gaan we de ingang zoeken. Moeten wij er al in? Nee, je moet even kijken op kaartje. Ga even kaartje pakken. Nou, gaan we naar binnen.
draaien. Ja. Dan maakt niet uit welke kant je zit, als je maar niet... Grappig. Nog in de raket? Nee. In de raket? Ja, in de raket. Nee. Nee, ik ook niet. Hier is even deze. Dit is mijn favoriet. Ja. Dat vind ik echt mijn favoriet. Ja. GoPro gaat mee. Entschuldigung. Jetzt haben wir ein Problem. Thank you.
onze spullen nog pakken? Ja. Maar oh, dan kan een ander pakken. Oh, zo. Zo, dat was de Blue Fire weer. Ja, die was leuk hè? Ja, hopen dat jullie ook genoten hebben van de kleine onderuitbeeldjes wat we erin hebben gezet. Ja, hoop dat ze gelukt zijn. Hoop dat ze gelukt zijn, dat weten we nu nog niet. Als ze er niet staan, zijn ze niet gelukt. Ja. Maar goed, we gaan nou door naar de fjordrafting. Yes. Even weer afkoelen in het water. Ze zijn net bedroogd, maar ja. Ja, ze zijn net bedroogd. En ook geen ijs vandaag. Geen Magnum? Nee. Reva. Bijna. Ja hoor. Wat zei jij? Met het weer droog je toch lekker. Ja, dat is waar. Gaan we hier naar rechts? Ja. En links? Ja. Oké. Okay. Parade. Dat was een klein stukje van de parade. Ja. Was wel leuk om te zien. Ik denk dat we naar de laatste achtbaan gaan voor vandaag. En welke is dat? Die grote, wat in het begin heb ik gedaan. Silver Star of zoiets. Oh, die ja. En dan nemen we nou de GoPro mee. Dus daar gaan wij naartoe en dan beginnen wij langzaam moe te worden. Mm-hmm. En onze Europa Park avontuur af te sluiten. Dus jullie zien nog wel wat beelden. Wat is dit dan nou weer? Waar komen we nou weer uit? Griekenland weer. Oh, Griekenland weer. Van de andere kant. Ja. Ah, blijft mooi, ja. Mm-hmm. Silver Star. Ja, nog maar een keertje. Ja. Af te leren, dat moet niet. Nee hoor, je vindt het hartstikke leuk. Maar we gaan hem gewoon nog een keertje doen. Oh, kijk hier dan, lekkere swirls. Een kwartier wachten, dan zijn we weer aan de beurt. Proberen de eerste rij te pakken. Ja, dat misschien ook ietsje sneller is. Ja, misschien dus weer ietsje langer, maar het was 15 minuten. En dit is dan bij hun 15 minuten. En binnen staat ook nog alles vol, hè? Nou ja, we genieten van het mooie weer. Bye. Bye. Aan de zijkant. Dat is eng, hè? Dat het even eruit valt. Wild vrij hoor. Doe ik.
Wow. Oh, gaaf. Als die wachttijd al waar. Dat was hem, Silver Star. Mm-hmm. En ik denk dat we daarmee ook wel deze vlog afsluiten. Hier dan, de Wall of Fame. Mooi. Ja, is ook hier geweest. Zijn er wel veel hoor. Mm-hmm. En de handen allemaal nog. No. We gaan de video ergens afsluiten. Goed idee? Mm-hmm. Oké. Okay. En toen zijn we in Italië. Ja, we zijn in Italië. Maar dat mensen onder water zijn gegaan. Ja, dat vind ik ook raar. Nou, dat was het dan weer, hè. Ons avontuur op Europa Park. Op, nou ja, op deze hele warme dag. Vorige week nog op Allgäu. Allgäu. Allgäu geweest en nu op Europa Park. En dit is onze tweede vlog van Europa Park. Nee, ik denk derde vlog. Aankomst, eerste dag, tweede dag. En deze gaan we ook afsluiten. We hebben allemaal alles gehad. En, nou, wil je bedanken voor het kijken. Laat ons weten wat jullie ervan vinden. Welke achtbaan jullie het mooiste vinden. We hebben er een paar on-rides gedaan. Waterattracties on-rides. Chris is psyche nat geworden eentje. Lekker weer opgedroogd nou. Dat staat ook op beeld. Maar ja, wij wachten nou nog even op de show. En dan gaan we echt weer terug naar het hotel. En dan is het afgelopen voor vandaag. En morgen is het Rulantica tijd. Nou, dat zien jullie dan ook in deze reeks van Europa Park Vlogs. Die komt er gewoon achteraan. Dus ook dat proberen we een paar opnames te maken. Maar voor nu dan wil ik zeggen, duim omhoog. Abonneren, liken, delen. Vooral abonneren, het is gratis, kost niks. Je helpt ons er enorm mee om het te doen. Reageren ook, help je ons ook enorm mee. Laat weten wat je ervan vindt, hoe je het vindt en welke achtbaan je mooi vindt. En de muziek gaat steeds harder, dus ik kan steeds harder praten. Maar daarom sluiten we ook af nou. En ik wens jullie nog een hele fijne dag. Zien jullie in de volgende video. Doei doei! Paddington Station. Stond hier net ergens op. Station? Ja. Oké, dan moet je toch nog wel klein. Nee, ja, hier, kijk. Oh nee, Paddington. Paddington. Ja, hier is de trein. Kijk. Maar dan gaat hij er wel. Nee, hij gaat niet meer. Gewoon lopen. Ja, nou, daar gaat hij. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Ja. Doe je mijn? Oh, daar, pak hem. Daar, ligt die. Ja. Ja, dat is nog één. Nog één. Oh, dat was één. Dat is een maasie. Dat is een maasie. Dat is een ja. Oh, die hebben haast. Trein gemist. Nou, ik denk dat we gewoon maar een keer terugkomen, want het is me wel bevallen.
Ja, volgens mij hebben we alles gehad, of niet? Nee, we hebben niet alles gehad. Afdalen bedoel ik. Ja, misschien ook niet. Misschien de kleinere, maar de grotere wel. Ja, het grotere gehad, maar we zien het wel. Maar het bevalt me, gaan we een keer terug. Ja. Minder warm is. Maar geen regen, dus we moeten goed puzzelen. Ja, dat is wel een